Ja, beste kijkers, welkom. Eikenhout draait door. Het is woensdag 26 januari. We zijn live in de Sionkerk, pal naast het gebouw Eikenhout hierachter, wat bijna klaar is en gerealiseerd is. We hebben onwijs mooie onderwerpen. Denk aan de rubriek De Natuur draait door. Denk aan de Eikenhout Community. De bibliotheek Eikenhout met fantastische boekentips. We hebben onwijs leuke tafelgasten. We hebben wethouder Sander Bos. We hebben Arnold Nieuwendijk. We hebben Monique Donders die de tuin heeft ontworpen. Maar we hebben ook prachtige bewoners. Zoals een heel mooi onroerend verhaal van Theo van der Sluis. We hebben Bert en Ans Sluiten die aansluiten aan tafel. We hebben architect Mark Bramer straks aan tafel. Nou, onwijs veel. We hebben niemand minder dan Emily van Oorschouw, een prachtige Houtense zangeres die ontzettende mooie live muziek gaat verzorgen. We hebben niemand minder dan Hilde de Groot als tafeldame. Mijn naam is Six, dit is Eikenhout draait door. Eikenhout. Ja. Hilde de Groot, tafeldame. Yes. Hoe vind je dat? Erg leuk, nog nooit gedaan. Nog nooit gedaan. Nou, nee. Eerlijk gezegd, ik ook niet. Dus welkom bij de club. Veel spannender dan een raadsvergadering zal het toch niet worden. Eigenlijk niet, nee. Welkom. Je bent wethouder, sinds wanneer? Sinds 2018. Kijk, dat is, ja. al een enige tijd. Je hebt volgens mij, naar mijn weten, in de portefeuille zitten betaalbaar wonen. Zeker, dus ja. Dat past ook wel een beetje bij Eikenhout. Enorm, is een hot issue op dit moment natuurlijk. Dat dacht ik ook. Ja. Dat dacht ik ook. Wat vind je van Eikenhout? Ja, ik reed net langs. Het is echt een heel mooi gebouw in wording. Dus, ja? Ik ben er heel erg blij mee. Leuk. Ja. Hey, wat verwacht je van de show? Nou, je hebt heel veel verschillende gasten. Dat vind ik heel leuk. En ik ben ook wethouder natuur, dus daar kijk ik ook wel naar ja? uit. Dus die rubriek, daar ben je extra in geïnteresseerd. Ja, zeker. Nou, we moeten maar beginnen. Zeker, doe me. Aan tafel. Start me up. If you start me up, I'll never stop. You can start me up. If you start me up, oh, I'll never stop. Oh, start me up. Ja, Start Me Up. Heerlijk nummer. Dankjewel, Emily. Je bent zangeres, eigenaresse van een zangstudio. Je geeft zanglessen. Je bent in te huren, zoals wij nu hebben gedaan. Wat heb je eigenlijk allemaal nog voor ons in petto? Ik ga ontzettend veel liedjes spelen. Kleine stukjes natuurlijk, zoals het hoort. En die passen bij de onderwerpen. En ik heb er heel veel zin in. Oh, dus als ik het goed begrijp, per onderwerp heb jij een toepasselijk nummer? Yes. Leuk. Hey, en bij de start hoor ik iets met een eikenhoutlied. Wat betekent ja, dat? Ja, dat zeg je goed. Op het eind ga ik dus jullie verrassen met een eikenhoutlied op maat gemaakt. Voor de bewoners. Voor de bewoners, leuk, inderdaad. Leuk. Nou, het klinkt heel paradoxaal, maar ik zou bijna willen, het is al einde show. Zo nieuwsgierig ben ik. Leuk. Maar zover is het nog niet, want we gaan door. Zoals ik net al zei, live vanuit de Sionkerk, het is vandaag woensdag 26 januari, gaan we de oplevering van Eikenhout vieren. Als het goed is, kunnen jullie het achter mij zien. Het prachtige pand wat bijna klaar is. De bewoners gaan over een paar weken verhuizen en die zijn laaiend enthousiast. Niet alleen de bewoners, ook de zakelijke stakeholders zijn erg enthousiast en erg trots. Mensen die ik de afgelopen paar jaar heb gesproken zijn lovend, zijn onwijs blij. Maar dat is wel eens anders geweest. Het plan Eikenhout, wat bestaat uit 80 appartementen gericht op senioren, wat speciale toewijzing kreeg vanuit de doelgroep en vanuit de regio, optimale doorstroming tot stand te laten komen. Allemaal prachtige, mooie, lovende verhalen. Maar de start was een tikkeltje anders. De buurt was kritisch. Er waren al vele projectontwikkelaars geweest met gekke plannen die niet werden gewaardeerd. De gemeente heeft er flink voor langs gehad. Kortom, de start was rumoerig. Zeg ik dat goed? Sander Bos, wethouder van de gemeente Houten. Ja, je kijkt er ook heel kritisch bij. Ja. Nou, het zijn altijd hele precaire processen, hè? Want er gaat iets gebeuren in de buurt en dan is er altijd een tijd van onduidelijkheid. Ik heb ook begrepen dat de ervaring met bijvoorbeeld andere ontwikkelingen hier in de buurt ook niet helemaal gelukkig waren. Dus inderdaad, de opstart was pittig. Was wat pittig inderdaad. Ja. Ik begrijp dat er op een gegeven moment een soort uitvraag is gedaan. Er waren rond de 40 partijen die zich inschreven. Uiteindelijk blijven er een stuk of 15, 16 over. En dan wint ontwikkelaar Susté. Wat zat daarachter? Ja, in 2017 heeft onze gemeenteraad de randvoorwaarden opgesteld, waar inderdaad die reacties zijn binnengekomen. Ja? Dat zegt ook wel wat over de looptijd, hè, van zo'n proces. Indrukwekkend
dat iedereen die daarbij betrokken is, hè, het geduld heeft en het doorzettingsvermogen, wil ik toch wel even gezegd hebben. Ja, je moet een lange adem hebben bij dit soort projecten. Niet alleen als ontwikkelaar, maar ook als kritische buurtbewoner, maar eigenlijk alle partijen die daarbij bij komen kijken. Jens Verstee had inderdaad van de 15 plannen die uiteindelijk echt doorgezet hebben om mee te dingen, het beste plan, niet alleen kwalitatief, hè, dus hoe komt iets eruit te zien, maar ook de groepen die we daar graag in willen bedienen vanuit de woonvisie, waar onze tafeldame over gaat. Ja, want jullie kennen elkaar goed. Ja, zeker, directe collega's. Hè. En, dit project is juist zo leuk, omdat je hebt een doelgroep senioren, je hebt goedkopere woningen, je hebt een stukje lokale voorrang. En er wordt ook al gewerkt om aan community building. Ja, en ze strikt erom en klaar. Hè? Ja, helemaal met je eens. Projectontwikkelaar Sustee pakt het dan op. Bij de start is dan Arnold Nieuwendijk betrokken. Arnold, welkom. Je was bij de start van Eikenhout betrokken. En toen kreeg je op je bordje: we moeten even met de buurt gaan praten. En we moeten enkele participatieavonden gaan opzetten. Dat vroeg nog wel wat van jou. Ja, nee. Je weet dat als je ergens iets komt halen, hè, want ontwikkelaars denken over het algemeen dat ze komen brengen, maar je komt dat halen, je grijpt in op de leefomgeving van mensen, dat op weerstand stuit. En hier was het niet anders. Nee. Ik was wel geïnformeerd door de gemeente dat er al wat andere zaken aan vooraf zijn gegaan. Dus ik ben er eigenlijk open ingegaan en ik heb mezelf gewoon voorgesteld als de nieuwe buurman. Zo voelde dat ook. En gaandeweg de avond kwamen inderdaad de bezwaren naar boven en dat ging er soms best heftig aan toe. Maar wat waren er bijvoorbeeld voor bezwaren? Wat trof je dan aan? Misschien onbegrip. In ieder geval, het wordt altijd gechargeerd. Het is mooi van de gemeente luistert niet of ze hebben dit gedaan of ze hebben dat juist niet gedaan. En ik heb dat op zijn beloop gelaten, want dat zijn emoties die moeten er ook uit. En aan het eind van de avond zei ik van oké, dat is geweest, hoe kunnen wij het beter doen? En vanaf dat moment zijn eigenlijk mensen ook gaan luisteren, zijn we in gesprek gegaan. Ik weet nog dat we de eerste avond afsloten, lachend, dat iemand op het binnenterrein een wipkip wilde van 100 kilogram. Dat zijn dingen die aan me bijgebleven. Ja, en op dat moment was er een hele positieve sfeer. En we hebben nog tweede avond gehad, waarin we wat volumestudies hebben laten zien. En tijdens de derde participatieavond ging het eigenlijk al van wat voor planten moeten er komen, wat voor materialen moeten er gebruikt worden, wat is de look en feel van het gebouw. En ik ben tussentijds nog wel door bewoners ook benaderd van jongens, komt het gebouw niet te dichtbij. Toen ben ik samen nog met Mark, de architect, bij die mensen op bezoek geweest. Ik heb het allemaal uitgelegd. Je bent bij de mensen echt thuis geweest. We zaten in de huiskamer met een man of acht toen het allemaal nog kon, zeg maar. Ja. Zaten we gewoon te kijken van, joh, waar liggen jullie nou wakker van? En dat ging om deze gevel waar we hier tegenaan kijken. Je zei van, ja, we verwachten dat het zo dicht bij ons op de woning komt te staan. Wat is er toen gebeurd? Nou, toen hebben we de beukmaten kleiner gemaakt, waardoor het gebouw verder van de woning afkwam. We zijn ook letterlijk, Mark, we hadden het er net nog over, die is letterlijk 35 meter het land ingelopen, want dat was de afstand ongeveer. En er lag nog een stokje van een oude vuurpaal, die hebben we neergezet van, dit is de gevel. Misschien moet je voor de mensen thuis even uitleggen wat een beukmaat is. Een beukmaat, ja, beukmaat, stremiemaat, is in ieder geval zeg maar de breedte van de woning waar de bouwmuren staan. Dat noemen wij een beukmaat of een stremiemaat. En ging het ook wat meer leven, hè? Want je hebt iets op tekeningen, niet iedereen kan juist de tekening interpreteren. Maar juist door even fysiek aanwezig te zijn en te laten zien van, goh, hier komt de gevel te staan. Dat wekte zoveel vertrouwen en daarmee kweekten we zoveel begrip. Dat eigenlijk de rest van het traject ook heel, heel vlot is verlopen. Leuk, mooi om te horen. Sander Bos, een project om trots op te zijn? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja, we zijn er bijna. Ik ben heel benieuwd ook hoe de nieuwe bewoners zich gaan zetten in de buurt. Hè? Dat we weer gewoon een sterke buurt erbij hebben. Ja, leuk om te horen. De tv-show vanavond is niet alleen met publiek, wat overigens prachtig is na de versoepelingen van gisteren van het kabinet, maar wordt ook live uitgezonden via YouTube. Dat betekent ook dat we weer met nieuwe techniek erbij komen kijken, waaronder een interactieve chat. Jij stak gelijk je hand op en zei van, laat mij die chat maar regelen. Ja, daar loop ik altijd warm voor. Daar loop je altijd warm voor. Kijk eens aan. Kijkers thuis, als jullie vragen hebben omtrent deze uitzending en het project Eikenhout,
chat er gerust op los. Sander Bos die gaat met je in gesprek. Heren, bedankt. Het is tijd voor muziek. Emily, wat heb je voor ons? We zullen doorgaan. We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in de sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. Mooi. We zullen doorgaan en zo geschieden bij project Eikenhout. Van oudsher en participatie naar een daadwerkelijk ontwerp en echt de realisatie met daadwerkelijk de bouw. Mede met deze twee onderwerpen zijn aangeschoven de architect Mark Bramer, welkom. En ook Paul Aalbers, Berg van de Lange en van de Berg, die het gebouw voor ons bouwt. Ik ga even naar jou, Mark, als eerste. Want het begint natuurlijk bij een ontwerp, voordat de Lange van de Berg het gaat bouwen. Het is wel een heel bijzonder gekromd gebouw met een hele royale binnentuin. Ja, zeker. Je moet ons toch even meenemen hoe je op zo'n idee komt. Hoe denkt een architect? Ja, nou, dat is inderdaad wat we willen weten. Precies. Ja, ik zou jullie kort meenemen, gezien de tijd natuurlijk, even in een notendop in hoe een ontwerpproces in zijn werk gaat. Dat start altijd bij de locatie. Het eerste waar we naar kijken is wat wij noemen de geest van de plek. De geest van de plek. Ja, prachtig. Ja, prachtige term. Dat betekent zoiets als, wat typeert deze plek? Wat zijn de plussen en de minnen? Ga je dan ook echt met je laarzen rondlopen op zo'n plek? Ja, zeker. Dus ja, het lag braak. Het lag braak, ja. Het was eigenlijk allemaal hetzelfde, het was allemaal gras. Dus in die zin hoef je niet heel ver te lopen. Maar je loopt rond, je gaat ook de wijk in, je gaat eromheen kijken. Om een goede analyse te kunnen maken. En een van de eerste dingen die mij opvielen was vooral het hele grote schaalverschil tussen bijvoorbeeld de Praxis, KPN-gebouw en dan het dorpse karakter van de bestaande wijk Het Hout. Dat vond ik meteen een opvallend element. Ja. Verder was een aandachtspunt eigenlijk meteen al wel dat ik dacht, ja, de weg, de koppeling, loopt eigenlijk ten noorden van het kavel vrij dicht langs. Komt natuurlijk geluid vandaan, rijden auto's logischerwijs. Ja. Dus ook iets om rekening mee te houden. Vervolgens kijken naar wat is de doelgroep. Die is grotendeels aanwezig hier. Dat zijn natuurlijk de senioren van vooral Houten en omgeving. En waar je dan naar kijkt is, wat wil je deze groep bieden? En dan ga je op een gegeven moment het potlood erbij pakken. Ik dat ja, dan zo voel? Ja. Bijna wel. Er zit nog één stap tussen. Je kijkt, wat wil je de mensen bieden? Dat is enerzijds rust en ruimte in de woning zelf, had ik bedacht. Maar van de andere kant juist ook heel veel interactie en contact in het totale complex. Nou, al die analyses samen, die voeg je in wat we dan noemen een ruimtelijk concept. Ja. Daar heb ik een plaatje van. Daar gaan we even kijken. Ruggie, laat eens even zien. Om erbij te hebben, want daar zijn we nu aan toe. Kijk, daar hebben we hem. Daar zit ook die kromming al gelijk in. Helemaal links, klopt zeker. Daar zie je eigenlijk in een concept, dus in een schematische weergave van de ontwerpideeën van het hele gebouw, wat ik bedacht heb. En als ik het in één zin zou moeten samenvatten, dan is het een apart. Ik zal er een goede zin van maken. Een appartementengebouw wat zich om een gemeenschappelijke binnentuin heen vouwt en daar interactie mee heeft. Interactie vond ik vooral heel erg belangrijk. Hè, dat binnen de binnentuin, dat is het groene hart van het hele plan. Overigens prachtig ontworpen door de ontwerper die straks nog komt, de tuinontwerper. Ja, absoluut. Ja. Hoe geef je dan die interactie vorm? Want kijk, zo'n tuin, daar kan ik me zo voorstellen, daar kom je elkaar tegen. Ja. Maar heb je ook dan nog in het gebouw gekeken van hoe kan ik stimuleren dat mensen elkaar tegenkomen? Nou, voornamelijk de vorm eigenlijk. Hè. Door die kromming kijk je eigenlijk allemaal op dezelfde tuin. Ja. Door de tuin heen heb je ook meerdere paden waardoor iedereen naar zijn eigen entree gaat. Dus je hebt eigenlijk van nature al contactmomenten in die tuin. Plus dat iedereen eigenlijk om die tuin heen leeft. Dat is eigenlijk het hele idee daarvan.
En Mark, dan op een gegeven moment dan, moet het echt daadwerkelijk gerealiseerd worden. En dan ga je aan tafel met de Lange van de Berg. Ja. Paul is aangeschoven, projectleider van het project wat we hier, hier achter ons zien. Paul, dan moet je ons toch even meenemen. Wat krijgen we dan op ons bord? We hebben volgens mij veel materiaal wat je kan tonen. Ik denk dat het goed is als de regie een filmpje laat zien van het project. En dan neem ons even mee, Paul. Wat zien we? Vertel iets over de bouw. Ja, we zijn eigenlijk in een vroegtijdig stadium in gesprek gegaan met Susté en met de architect om te komen tot een maakbaar project. En dan moet je denken aan maakbaar, dat het ook binnen budgettaire kaders valt. Dat het ook vergunningstechnisch allemaal goed gaat. Nou, daarin hebben we meegedacht. Ja. En nou, daar is dit eigenlijk het eindresultaat van. Ik zie heel veel zonnepanelen. Hoeveel liggen erop? Er liggen ruim 400 zonnepanelen op. Nou, veel mensen hebben al zonnepanelen, denk ik. Dus hoeveel kilowattuur wekt dat op? Nou, ik heb dat globaal uitgerekend. Dat is ongeveer 140.000 kilowattuur per jaar. Dus allemaal groene energie. En die wordt eigenlijk hoofdzakelijk benut om zeg maar ook de energievoorziening in de woningen werkend te houden. Alle appartementen hebben individueel een warmtepomp met een warmte-terugwininstallatie. Dus alle lucht die afgezogen wordt, daar wordt de warmte uitgehaald en die wordt eigenlijk toegevoegd aan de ingeblazen lucht. Maar Paul, dat is allemaal heel erg technisch, maar de bewoners, gaan die nog een beetje in de knikkers in de portemonnee eraan merken? Gaat de rekening omlaag? Wat betreft de gasrekening, die is nul, want het gebouw is gasloos, dus dat is de eerste winst. Dat is waarschijnlijk voor de bewoners heel mooi nieuws. En dat denk ik ook. En de tweede winst is dat de zonnepanelen natuurlijk kilowatturen besparen op de meter. Kijk. Dus het zal niet helemaal nul zijn, maar het zal een. Maar we komen in de buurt. Het zal een beperkte bijdrage zijn. Nou, dat horen we waarschijnlijk graag. We hebben nog wat anders, want een collega van jou, Susanne Taal, die heeft de koop ook begeleid en die wil graag nog even wat zeggen richting de bewoners. Hallo, ik wil ook graag wat zeggen. Ik ben Susanne, ik ben de kopersbegeleider van de Lange en van de Berg. Dus de kopers kennen mij wel. Ik ben er even uit geweest, dat is haar schuld. Maar ik wilde bij deze jullie allemaal, en ook de huurders, heel veel woonplezier wensen in Eikenhout. Kijk, leuk. Wow. Speciaal voor de bewoners. Heren, dank voor jullie bijdrage. Ik heb het gevoel dat het een fantastisch ontwerp is en een fantastisch gebouw wordt. De bewoners gaan ervan genieten. Het is tijd voor muziek. Oh, let me come home. Home is whenever I'm with you. Oh, let me go home. Home is whenever I'm with you. Dankjewel, Emily. Mooi. Want een thuis gaat het zeker worden. Ja, super klappen. De tuin is ook erg belangrijk. Zojuist werd het net al even aangestipt door Mark Bramer dat de binnentuin waar het gebouw omheen zit een hele grote rol speelt. Ook straks voor de interactie tussen de bewoners. Als je aan de tuin denkt, dan denk je aan tuinontwerpster Monique Donders. Welkom Monique, dankjewel. Maar ook een hele enthousiaste toekomstige bewoner, namelijk Bert. Bert Sluiter, mooi dat je er bent. Ja, we hebben jou nou een paar keer ontmoet en elke keer als we jou weer zien, begin je over die tuin. Wat is dat toch? Ja, dat zit een beetje in me. Sommige mensen worden daarmee geboren en dat is mij ook overkomen. Mooi. We komen straks bij jou terug, Bert. Maar we willen even terug eerst naar Monique. Monique, ik moet even eerlijk bekennen, ik kom uit Zeist. Ik woon in een bovenwoning. Wel met mooi uitzicht over een park en tuinen. Maar ik doe het met een terras, dus ik weet niet zoveel van tuinen. Je hebt wel een paar potjes met plantjes. Ja, ik heb wel wat groen, maar ik geef het eerlijk toe, ik ben er niet zo'n ster in. En toen kreeg ik ook nog eens een keer op mijn bord, ook in aanloop naar dit programma, het wordt een prairietuin. Ja. Wat is een prairietuin? Het zegt me helemaal niks. Wat krijgen die bewoners straks? Een prairietuin is eigenlijk een biologisch evenwicht met vaste planten, maar ook met grassen. In het vroege voorjaar begint het met bloembollen.
Daarna nemen de vaste planten het over. En in jullie concept, in het vroege voorjaar is iets wat rozer. In de zomer wordt het wat meer blauw. Daarna in het najaar nemen de warme, rode, oranje kleuren de overhand. En komen de grassen omhoog. Hebben we daar een plaatje van? Kun je iets laten zien? Heeft de regie wel echt een plaatje? Er is wel een plaatje voorzien. Maar even kijken. Als we het over kleurschema's hebben, dan is dit misschien een, iets wat een beetje een beeld zou kunnen zijn. Het ziet er kleurrijk uit. Het is heel erg kleurrijk. Zo bont wordt het natuurlijk niet, want de planten bloeien na elkaar. Ik ga ook even naar de regie kijken, want ik denk dat we gewoon op het grote scherm ook even een plaatje moeten laten zien van wat jij voor ogen hebt. Regie, hebben wij een plaatje van de tuin? Ja, wat is een prairietuin? Is dat dan ook nog met inheemse plantensoorten? Want prairie, dan denk ik direct aan de Midwest van Amerika. Ja, dat klopt ook. Dat is terecht dat je daar aan denkt, want daar komt het ook vandaan. De planten die uitgekozen zijn, zijn planten die heel erg diep wortelen, waardoor ze met de eerste beste regenbui niet omvallen, hè, want ze staan erg stevig, tegen een stootje kunnen, en waarbij je niet veelvuldig onderhoud nodig hebt. Want in zo'n groot bewonerscomplex om constant onkruidjes op je knieën. Nou, Bert wil wel hoor. Ja, graag. Die heeft want het is wel nodig, zeker de eerste 2 jaar tot het een beetje dicht zit. Dan zal dat zeker nodig zijn. Achterin dit document, wat op internet is of misschien wel in de app te downloaden, staat ook speciaal een klein stukje over onkruiden, dat die ook herkend worden, dat niet iemand per ongeluk een plantje eruit trekt, maar het onkruidje. En de reden dat er geen inheemse beplanting gekozen is, maar voor deze soorten, is dat ze wat sterker, steviger zijn en veel kleurrijker dan de beplanting in Nederland. En even ook even nou, hier heb je een voorbeeld van. Dit is wel heel realistisch. Zoals het hier ook zou gaan worden. Ook zien de overburen dit dan ook zo? Dit zien de overburen. Vooral wat je linksboven ziet. Dat is wel het is wel een heel rijk bloezend beeld. Dit is niet meteen het eerste seizoen, maar ik denk in jaar 3 zal het zo'n beetje op die manier eruit gaan zien. Dus de bewoners moeten voorlopig nog niet verhuizen? Nee, zou ik zeker niet doen op deze hele. En is zo'n tuin ook een beetje bijenvriendelijk? Nou, ik heb gekeken in het lijstje van bomen en vaste planten. Eigenlijk is en ik wist wel, want biodiversiteit vinden we heel erg belangrijk. Ik denk de grassen, dat wordt door de wind bestoven. Dus daar komen bijen niet bij aan de slag. Maar ik heb ik ben met roze gaan strepen om te zien hoeveel is er nou. En dan hadden we het net al even over. Ik geloof dat we 2 of 3 dingen hadden gevonden waar geen bijen of hommels of wilde bijen op afkomen of stuifmeel kunnen halen in de krokusjes vroeg in het voorjaar als ze wakker zijn geworden van de winterslaap. Maar het is jouw bijen worden hier heel gelukkig van. Ja, want buurman Bert is inderdaad een bijenfan. Je bent en terecht. En je bent besmet met het imkervirus, begrijp ik. Ja, absoluut. Sinds wanneer? Inmiddels ben ik 40 jaar imker. Even teruggerekend, ik ben op mijn 35e begonnen. Bij imkeren is toch heel veel ervaring van groot belang. Ik ben er eigenlijk door gekomen, het is op mijn weg gekomen. Vroeger was ik echt iemand die heel veel van zoet hield. Dus het waren dadels, vijgen, rozijnen, honing. Zodat ik op een gegeven moment na mijn 35e uitgevoetbald was. En toen zocht ik min of meer een nieuwe hobby. En in de woonplaats waar ik woonde kwam ik toch iedere keer tegen honing te koop aan de weg. En ik vond wel dat de honing die ik daar kocht toch wel aanzienlijk beter was dan bij de supermarkt. Ja. Dus ik kocht 2 potjes bij de man en daarna nog een keer 2 potjes. En op een gegeven moment zei hij van, wil jij een keer komen kijken naar mijn bijen? Die staan achter in mijn tuin. Toen was je echt verslingerd. Dus, maar Bert, jij krijgt straks allemaal mensen, allemaal bewoners van Eickhout die continu bij jou op die bel staan te drukken. Honing, geef maar even een potje honing. Ja, ik zou er gek van worden, Bert. Dat wil je toch niet? Ik hou nog even een slag om mijn arm. Je gaat er wel eruit trekken. Mijn hele leven heb ik inderdaad, als ik de nodige kasten heb, ik toch bijen zelf verkocht.
Maar, ga je hier een kast neerzetten? Ik heb, nou ja, dat is een beetje de vraag, of dat er van komt. Jij gaat straks het hele balkon volzetten met bijen. De bloemen worden daar maar, nou ja, ik vind dat in ieder geval op ieder balkon een bijenkast moet staan, als het aan mij ligt. Maar goed, of dat de realiteit zal worden, Ik kijk even naar het publiek, maar ik weet niet of elke bewoner dat ziet zitten. Maar als jij ze komt verzorgen, dan helpt alvast. Dat scheelt wellicht. Ja. Ja, het is natuurlijk het is een prachtige hobby. En je wordt het niet zo. Je moet er echt de interesse voor hebben. Je moet cursussen volgen. Je moet het gedrag van een bij leren kennen. Je moet lid worden van een bijenvereniging. Je moet regelmatig vergaderingen bezoeken. Want een bijenvolk valt eigenlijk onder de wet op de huisdieren. Het is dus een huisdier, net zoals een hond en een poes en kippen, kun je beide houden. En dat betekent toch dat je het karakter en de eigenschappen van bijen goed moet leren kennen. Wat mag je doen, wat mag je niet doen? Ja, en je moet niet allergisch zijn, want mijn man is ook imker en ik ben een beetje allergisch ervoor. Dus geen goede combinatie. Nog steeds gelukkig getrouwd. Wij zijn nog steeds happy, maar ik heb wel pilletjes in huis. Tegen het huwelijk of tegen de bijen? Daar zeg ik maar even niks op. Bert, we willen jou onwijs bedanken voor je bijdrage, maar we moeten door. Ja. Wanneer ga je verhuizen? De 18e. Spannend, wow. Veel plezier. Oké, dankjewel. Muziek. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moons up above and the thing called love. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and the thing called love. Leuk, dankjewel Emily. Heel toepasselijk. We kijken even met een schuin oog ook naar wethouder Sander Bos. Hoe is het momenteel op de chat? Is het druk? We hebben het onder controle. We hebben het onder controle, heel goed. Heel goed. Breek in als er weer nieuws is. Kijk eens thuis. Community, dat is de volgende rubriek. Een onwijs belangrijk onderdeel binnen het plan Eikenhout. Zowel bij de ontwikkelaar als bij de architect als bij de bewoners. Iedereen wil zijn schouders eronder zetten en er echt een hele hechte gemeenschap van maken. Iets wat heel erg telt bij dit project. Aan tafel zijn geschoven Theo van der Sluis, een van de nieuwe bewoners van Eikenhout. En Rens Huibrechts van Area of People, die een community app heeft opgesteld. Ja. Theo van der Sluis, ik begin even bij jou. We hebben onlangs een heel leuk filmpje gemaakt om alle bewoners enthousiast te maken om deel te gaan nemen. Is het een idee om daar eerst even naar te kijken? Is prima. Ja? Ja. Gaan we kijken. Dag alle toekomstige bewoners van het project Eikenhout. Op dit moment zijn we bijna klaar met de bouw van jullie nieuwe woningen. Een prachtig project dat gerealiseerd wordt in opdracht van ons, ontwikkelaar Sustay. Wij realiseren maatwerk woonbuurten met duurzame en betaalbare woningen. En veelal bestaan die uit middenhuur, zoals ik, de toekomstige huurder van dit appartement. Echter steeds vaker ontwikkeld met een mix zoals hier van koopwoningen en sociale huur. Dus doen wij, woningcoöperatie Viveste, ook mee. En dat is mooi, want zo krijg je een optimaal gemixte woonomgeving en daadwerkelijk een plek waar iedereen zich thuis kan voelen. En dat samen thuis voelen en ook echt met elkaar in verbinding staan, dat willen we graag een extra impuls geven door middel van het opzetten van een community. Daarom vragen we aan jullie bewoners of jullie net als ons mee willen doen met de Eikenhout Community. We hebben meerdere video's opgenomen om te laten zien wat voor moois we van plan zijn. En uiteraard zijn we ook heel nieuwsgierig naar wat voor ideeën en behoeftes de andere bewoners hebben. Dus ga gauw naar deze link. Ja, prachtig, prachtig. Theo, en dan komt de rubriek Community in dit programma. En dan denken we, joh, we moeten misschien over deze app gaan praten. We bellen elkaar op, we hebben een mooi gesprek, waarbij eigenlijk de nadruk ligt op dat na elkaar omkijken. Mm-hmm. En dan komt er zo'n mooi, bijzonder verhaal boven water. Je hebt wel tegenslag. We hebben het over de jaren 80. Je komt bij de gemeente terecht. Je hebt hulp nodig. Die hulp krijg je. Maar je wil eigenlijk meer. Je wil eigenlijk zeggen van, joh, laat me nou zelf het initiatief nemen en iets opzetten en mij anderen helpen.
Dat wil ik teruggeven. Vervolgens begin je op een zolderkamertje in Houten, midden jaren 80, keihard te ploeteren. En voor de kijkers thuis, vandaag de dag staat daar een organisatie met meer dan 25 FTE, meer dan 300 vrijwilligers, met een compleet landelijke dekking. Even terug naar 1985, wat is hier gebeurd? Ja, ik kwam in 83 in Houten wonen. Joke en ik komen uit Den Haag. We verhuisden voor de organisatie waar ik 15 jaar voor werkzaam was geweest. En wisseling van de wacht, toch die verhuizing leek een beetje een teleurstelling voor ons. Ik heb een periode moeten afsluiten. 15 jaar lang heb ik gewerkt met jongeren. Jongerencentra in het noorden en in Den Haag. Het woord verbinding, dat spreekt me ontzettend aan. Dus als je verbindt met andere mensen, dan ga je mekaars verhaal horen en ga je kijken, kan ik er iets mee doen? Werkend met jongeren en werkend in hartje Den Haag ben ik ontzettend veel met verslaving geconfronteerd. En toen we hier woonden en eigenlijk ik een periode af moest sluiten, dan dacht ik, wat doe ik nu of wat kan ik doen met de ervaringen van het verleden? En dan kwam er maar één ding bij mij naar boven. Mensen uit de goot halen en ze proberen te helpen om van de verslaving af te komen, dat is één. Maar verslaving voorkomen, dat is goud waard. Ja, dan kan je een heleboel ellende voorkomen. Dus ik kwam uiteindelijk bij de sociale dienst terecht en ik kijk maar naar een wethouder. En ik ben altijd ontzettend goed ontvangen bij de gemeente. Maar we waren met z'n zessen, Joke en ik en vier zonen. We waren afhankelijk van een klein inkomen. Maar ik wilde zo graag iets gaan doen met de ervaringen van het verleden. Ik heb dat duidelijk gemaakt. We hebben 2 jaar een uitkering gekregen. Toen zei de burgemeester van die tijd, burgemeester Brandsen, hij zei van de Sluis, eigenlijk is jouw uitkering een soort subsidie geworden, hè? Ja. Ja. Dus het moet stoppen. Ja, het moet stoppen. Maar hij zegt, ik vind het zo'n mooi plan, ik geef je een jaar extra. En dan moet je op eigen benen kunnen staan. Nou, iets nieuws starten is niet zo makkelijk. Maar je moet vertrouwen winnen van mensen. En die heb ik gekregen in die 3 jaar tijd. En de Stichting Voorkom is hier in de provincie Utrecht begonnen. We gingen werken op scholen om jongeren weerbaarder te maken op het terrein van verslavingen. En dat verspreidde als een olievlek over Nederland. En zeg maar van Delfzijl tot Middelburg en van Den Helder tot Maastricht. Daar worden nu preventielessen op scholen verzorgd. Maar lukt het jou dan? Om na 3 jaar stond je op eigen benen. Kon je tegen de burgemeester zeggen, afgevinkt? Het was kiezen of delen. Ja. Hij zei, dit is stoppen. Dus of je mag je uitkering behouden, maar dan stop je ermee om voor de klas te gaan staan. Ik zei, ik stop ermee. Want de organisatie probeerde donateurs te werven. We kregen bekendheid. Kerken, ik ben blij met deze locatie. Kerken gingen ons steunen. En mensen die gingen doneren, zodat we op eigen krachten door konden gaan. Ja. Was wel een avontuur hoor. Nou. Ja. En uiteindelijk ben je volgens mij zelfs onderscheiden. Ja. Door de burgemeester? Joke heeft nooit geheimen voor me gehad. Behalve die ene keer. Wel ook van die pilletjes, zoals Hilde. Op een gegeven moment, er werd gebeld aan de deur. Ik zie wel een bekend gezicht. En ik ben op zoveel plaatsen geweest. In kerken, in scholen, weet ik veel waar. Dus ik kijk even, wie staat er nu op de stoep? Was burgemeester Lamers. Hij zegt, dat is een verrassing, hè? Ik zeg, ja, wat komt u doen? Omdat ik hem niet herkende, hij zegt, je bent zo vaak bij ons over de vloer geweest. Ik denk, welke kerk? Maar het was de burgemeester. Ik heb heel wat voetstappen in het gemeentehuis gezet. En hij zegt, ik kom met mooi nieuws, mag ik binnenkomen? Nou, toen voelde ik genoeg. Ja. Het was dicht bij, hoe heette het vroeger, Koninginnedag, hè? In die tijd nog. Ja, ja. Leuk, bijzonder. Bijzonder. Ja, dat was voor jou natuurlijk ook wel echt de drijfveer om ook je in te zetten voor deze gemeenschap, zeg maar. Ja, verbinden vind ik heel belangrijk. Dat is gegroeid. Al die vrijwilligers zijn meest ex-verslaafden die meegingen naar scholen.
Op een gegeven moment hadden we 10 verschillende steunpunten door het land heen. Daar kwamen 20 of 30 vrijwilligers bij elkaar. En dat moet je onderhouden. Je moet mensen iets voor elkaar laten betekenen. En toen startten wij een project op voor deze mensen. Dat heet Zorg voor elkaar. Kijk naar elkaar om. Want iemand met een verslavingsverleden, die kan zo weer onderuit gaan. Maar als je een beetje op elkaar let en elkaar aandacht geeft, dan blijf je staan. Mooi gezegd. En komen wonen op Eikenhout is iets nieuws, ook voor ons. Nieuwe buren, nieuwe mensen. Ik hoop met jullie te verbinden. En dat jullie met elkaar gaan verbinden. Maar Theo, je hebt wel een heel groot probleem natuurlijk nu. Er is natuurlijk niemand meer binnen Eikenhout die bij jou een kopje koffie durft te drinken. Want men denkt allemaal dat ze een drugs- en alcoholprobleem hebben. Zal ik je een geheimje vertellen? Ik had ook een drugskoffer. En aan ieder pilletje en spuitje en alles wat daarin zat, zat een verhaal aan vast. Ik denk, wat moet ik nou met dat ding doen? Dat gebruik je ook niet meer. Ik heb het op een bijzondere manier gedumpt op de gemeentewerf. Prachtig, Theo. Prachtig. Theo, ik maak gelijk even een sprongetje naar je buurman. Hè, want dat naar elkaar omkijken, zo'n hechte gemeenschap, verbinding, noem het maar op. Dat hebben jullie gewoon in een hele nieuwe vorm gegoten, hè, technologisch, door te stoppen in een app. Ja. Die app die hebben we inmiddels geïntroduceerd. Hè. We zagen dat ook in dat filmpje. Hoe gaat dat momenteel met die Eikenhout-app? Nou, we zien dat de eerste aanmeldingen in ieder geval al gedaan zijn. Nog niet iedereen zit erin. Maar vorige week heeft, als het goed is, iedereen die binnenkort in Eikenhout gaat wonen, een uitnodiging gehad. Even kort iets over ons. We zijn Earth People. Wij zeggen dat we microdorpen bouwen van woonomgevingen in Nederland. Nou, dus waar we naar op zoek zijn, is een echte dorpsstructuur. Ook in een online omgeving, waar je natuurlijk op locatie ook aan hebt. Nou, wat is een dorp? Mensen waar je elkaar makkelijk kan vinden en helpen. Je weet wie je waarvoor nodig hebt. Bijvoorbeeld iemand die een vraag heeft over de bijen in de tuin, weet nu waar hij naartoe moet. Nou, dan kan je aanbellen bij iemand. Kan natuurlijk ook online in de app. Dus we brengen iedereen samen. In de app kun je zelf, vind je onderwerpen die je relevant vindt, kun je volgen. En daar ook, kan je op die manier bijdragen. Het is een veilige omgeving waar alleen jullie als bewoners ook in zitten. Dus je weet altijd dat degene die naast je woont in de app zit en niet allerlei buurtbewoners of mensen van buitenaf ook betrokken zijn. Leuk. Dus op die manier creëren we in ieder geval een veilige omgeving waarbinnen je dus zelf op de onderwerpen die voor jullie relevant zijn, met elkaar kunt verbinden. En je kan dan in die app met elkaar praten? Je kan elkaar berichtjes sturen, dat soort dingen? Dus je kunt één op één met elkaar communiceren met verschillende interessegroepen en hulpcategorieën. Dus bijvoorbeeld, ik zit momenteel in quarantaine, kan iemand een pak melk meenemen? Maar straks met de verhuizingen, kan iemand... Ik heb eigenlijk nog wat witte verf nodig voor een muur. Maar geen talpa-gedrag, hè? Dat is niet verantwoord. Nee. Okay. Daar moeten we van weg blijven. Heel goed. Rens, dankjewel. We hebben een prachtig nummer wat helemaal past in dit thema van naar elkaar omkijken. Emily, we horen je graag. You're cold and lost, and your dreams turn into dust, losing all you ever fought for, broken down alone in the dark, almost beaten, but that's not who you are. Open hearts forever young. One day your change will come. You only feel it when you share it with someone. You only feel it when you share it with someone. We'll wake up from this fear like flowers in concrete. One day I feel the sun rise with you, see the world light up in your eyes.
you share it with someone. It doesn't mean much until you share it with someone. Kippenvel. Zeker. Ja? Ja, prachtig nummer, prachtig nummer. Wie leest, heeft de wereld aan zijn voeten. Het kan ons beter verplaatsen in andere mensen. Het verruimt ons denken. Het laat ons ontspannen. Dus toen wij deze show gingen maken, stond er gelijk één bewoner recht overeind en zei, hier moet een rubriek Bibliotheek Eikenhout in. Met een paar hele mooie boekentips. Ant, dat was jouw idee. Welkom dat je er bent. Dank je wel. Ook wij hebben elkaar al eerder ontmoet met die onwijs leuke filmdag. Ja. Die community building waar we het net over hadden. Hè, waar zowel Susté als ook woningcorporatie Vivesta echt een aanjager in is om dit op te zetten. Daarvan zeggen we altijd, het is mooi als straks bewoners met eigen initiatieven komen. En jij stond er gelijk van, zei van, we moeten wat met boeken doen en we moeten iets met boekentips lezen. Of delen, sorry. Dan kom je met twee hele mooie suggesties. En dan vraag ik aan jou eerst, waarom heb je gekozen voor Houten? En dan blijkt daar een hele mooie link in te zitten. Deel dat eens met ons. Ja, dat was best wel verrassend. In een interview met Rutger Bregman. Ja. Over zijn nieuwe boek De Meeste Mensen Deugen. Mooi boek trouwens. Zeker. Ja. Zette hij ons, of mij, op het spoor naar Houten. Ah. Op dat moment was het 21 december 2019. Bert was opgenomen in het ziekenhuis. En ik las dat interview verder en waarin hij zei van, ik woon in het saaie Houten. Toen dacht ik, ja, wij zijn 40 jaar geleden uit Houten vertrokken. Mm-hmm. Ik wist dat het heel groot geworden, maar ik kende het eigenlijk niet meer, dus ik was heel nieuwsgierig. En wij woonden op dat moment in Turnhout. Een half jaar eerder hadden we besloten om terug te gaan naar Nederland. Om meerdere redenen. Dichter bij onze kinderen in ieder geval. Ja. En die wonen midden in het land. nou moet ik even... Je leest dan over Houten, begrijp ik. Ja, dus ik was nieuwsgierig naar hoe Houten eruit zag. Dus ik ging googlen. En dat leek helemaal niet saai te zijn in mijn ogen. Nee. Hè? Houten zoemt, stond er zelfs. Ja. Nou ja, wat wil je meer voor een imker? Hè? Een imker op leeftijd, waar wil die wel niet wonen? Voor de kijkers dus, thuis, Bert van de bijen met al die bijen straks op het balkon. Dat is de man van Ans. Ja, dus toen ik de volgende dag bij hem langs ging in het ziekenhuis, vroeg ik van, zou je weer in Houten willen wonen? Toen zei hij, dat zou thuiskomen zijn. Leuk. Nou, dat heb ik in mijn oren geknoopt. Dus, uiteindelijk het gedeeld met de kinderen, met de kerstdagen. En laat 27 december in de AD een bericht staan die onze schoondochter in Utrecht leest. Ja. Seniorenwoningen te bouwen in Houten. En toen wist jij het gelijk. Ja, toen wist ik het gelijk. Ja. Ik denk, moeten we ons op inschrijven. Dus dat hebben we gedaan. Mooi. En komt er een hele lange tijd van wachten en erop vertrouwen. Ja, dat maar het goede nieuws is, je kunt er nu bijna naar kijken. Ja, het is geweldig. Je kunt bijna je eigen woning niet wachten. Zien. Bert zei al, ik ga de 19e erin of de 18e. Ja, leuk. Nee, dus we hebben heel veel zin erin. En Ans, even terug naar die rubriek de Bibliotheek Eikenhout. Jij hebt twee boeken meegenomen, waaronder dus voor iemand die uit Houten komt. Die kon ik dus niet thuis laten natuurlijk. Nee. De meeste mensen deugen. Ja, en, het is en dat is ook zo, hè? Ja. Ja. Ja, vind ik wel. En hij ook, vindt hij ook. Ja. En het is echt een loflied op het fatsoen. Maar even in twee, drie zinnen, ook voor de bewoners die het nog niet kennen, want het is wel een heel bekend boek, maar misschien is er iemand bij die het niet kent. Waar gaat het exact over? Nou, het gaat eigenlijk over de geschiedenis van de nieuwe mens. Oké. Zoals nu is er, er is natuurlijk momenteel heel veel populisme en cynisme. Ja. En beschrijft hij op een hele leuke manier, dat je dat ook kan onderbouwen. Ja. En het is niet
Het is het realisme, zoals je in het leven moet staan, zegt hij. En het andere boek, want die doet qua dikte niet echt heel erg onder voor de meeste mensen deugen? Nee. Nou, zelf ben ik een groot fan van Jonathan Franzen. En die schrijft ontzettend leuk over, karakters die hij kan uitdiepen en familieperikelen. Geweldig. Ken je de boeken, Hilde? Echte mensen kennen. Die van Rutger Bretgeman wel, ja. Die heb je gelezen? Die ken ik niet. Okay. Ja, hij heeft meerdere boeken geschreven. Ja. En het gaat eigenlijk altijd over gezinnen, hoe die ontleedt aan karakters en zielen blootleggen. En echt heel interessant. Dus je hebt hem al uit, dus hij gaat binnenkort in de app om af te halen om te lenen. Nou, ik heb hem nog niet helemaal uit. Het is wel tijd om deze doorheen te komen. Ja. Maar het is een prachtig boek. En voor onszelf hebben we het idee dat we op een kruispunt van ons leven staan. Maar als je hem uit hebt, gaat hij in de app. Dat moet dan wel, hè? Kijk, met een potje honing erbij. Okay, Hilde, heb je zelf ook wat meegenomen, zie ik? Ja, ik heb er twee meegenomen. Vertel. En deze spreekt Hans denk ik wel aan. Hè? De thuiskomst, dat noemde jij net al. Hè? Het voelt als thuiskomen. Dus ik leek mij een hele toepasselijke titel voor de mensen vandaag. En de mensen die via internet meekijken. Het gaat over een wereldreiziger die weer thuiskomt. En dan hoe je dan weer tot je omgeving gaat verhouden als je zo lang weg bent geweest. Dus dat vond ik wel een hele mooie. Leuk. De thuiskomst van Anne Enquist. En de andere die ik heb meegenomen is Desmond Tutu. Dat weten jullie allemaal, net overleden. Heel inspirerende man uit Zuid-Afrika. En dit is een verhaal over de waarheidscommissie. Die is ingesteld nadat de apartheid afgeschaft was. Ja. Maar hoe ga je dan om met de daders? Hoe ga je om met de pijn? Toen is er een waarheidscommissie ingesteld. En ik heb er tijdens mijn studie ooit een scriptie over geschreven. En ook aangezien hij net overleden was, vond ik dit een mooie. Want volgens mij alle mensen deugen en deze nog net een beetje meer, denk ik. Kijk, mooi gezegd. Ja, ik moest zelf ook van jou, Ans, een inbreng doen. Je zei, ik wil best aanschuiven, maar dan kom je zelf ook met iets. Ik moet eerlijk bekennen, ik lees veel te weinig. Waar ik blij van word zijn van die mooie, dikke Scandinavische thrillers. Of het nou op Netflix is of in boekenvorm. Maar ik doe het te weinig. En elke keer als ik er weer in zit, dan denk ik, oh, heerlijk, moet dat vaker doen. En ik had zoiets van, nou, misschien zijn er ook wel bewoners straks van Eikenhout die eigenlijk ook dat probleem hebben van, we willen eigenlijk wel lezen, het is heerlijk. Maar ik doe het niet zo snel. Dus ik heb hele kleintjes meegenomen. Daar begin je mee, toch? Want ik denk, ja, dat is wel zo makkelijk, want die heb je gewoon in 1-2 dagen uit. Deze heb ik ooit van een oud collega van Susté gekregen. Leef als een beest. Onwijs leuk boek, gezien de aantal stijgingen in burn-outs en stress en noem het maar op. We zitten veel te veel binnen, we zitten veel te veel achter ons schermpje. Ja. En we, volgens deze auteur moeten we veel meer echt als een beest leven. Naar buiten. Naar buiten toe, inderdaad. Stoppen met 's ochtends een wekker zetten en dergelijke. Het is heel, heel verhelderend, heel leuk. En om dan toch nog even terug te komen op dat Scandinavische, wat ik altijd wel een mooi genre vind. Deze kreeg ik onlangs van de boekenhandel gratis bij een bestelling van verschillende boeken. Dat is echt een flinterdun boekje, het stelt niks voor. Maar wel van een onwijs goede Scandinavische auteur. Het heet De Jaloezieman. Het gaat over twee broers, waarbij de een verdwijnt. En dan moet een speciale regisseur, de jaloezieman genoemd, moet de zaak oplossen. Nou, wat ik al zei, 1-2 dagen, dan ben je er zo uit. Dus dat zijn mijn tips. Ans, wat betreft de Bibliotheek Eikenhout, heb jij nog een leuk idee? Ja, misschien wel. Gooi het in de groep. Wat zou je graag willen? Nou, wat de tuin, dat zou een trefpunt kunnen zijn. Maar ook binnen zou je een trefpunt kunnen maken. Als bijvoorbeeld een boekenboom creëren. Leuk. Van allerlei kastjes, een beetje kunstzinnig tegen elkaar aangeplakt. Ja. Een beetje creatief. Iemand kan dat wel realiseren. Ongetwijfeld. En dan boeken die je weg wil doen, daarin zetten. Dus weggeefboeken, geef je boek een tweede leven. Leuk. En het zou inderdaad een trefpunt kunnen zijn. Je zou er ook in combinatie met affiches van wat er in Houten allemaal te doen is. Zet er een stoel neer. Ja. En een prikbord. Ja. Nou, leuk. We gaan eens even naar het publiek kijken. Publiek, we doen even een live poll met jullie. Moeten we een Bibliotheek Eikenhout organiseren? Zojuist, steek jullie hand op. Steek je hand op.
Er gaan heel wat handen de lucht in. Ans, ik denk dat hij er komt. Dankjewel voor je komst. Nou, heel fijn. Ja. Muziek. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Oh, and if I had a brain, oh, and if I had a brain, I'd be cold as a stone and rich as a fool that turned all those good hearts away. Dankjewel. People help the people. Fantastisch. Het goede goed doen. We zitten alweer redelijk richting het slot, beste kijkers en bewoners. Wat steeds terugkomt eigenlijk in deze uitzending is toch wel een beetje dat verhaal rondom die verbinding, naar elkaar omkijken, het positieve, de meeste mensen deugen, nou noem het maar op. In het kader daarvan hebben we onze laatste gasten die we aan tafel hebben zitten, Kok Verwij, welkom, en Gerrit Kouwenhoven, gerelateerd of gelieerd aan de Sionkerk waar we te gast zijn. We hebben al een keer eerder gebruik gemaakt van de Sionkerk, ook met een koopdag voor Eikenhout. Het goede goed doen, namelijk omkijken. Een belangrijk thema, denk ik. Zeker, ja? Een belangrijk thema. Zowel voor de kerk als voor ieder persoonlijk. Ja, inderdaad. Zo ook de catering. We hebben in het verleden ook al gebruik gemaakt van jullie catering. Dat doen we vandaag ook weer. Dus we sporen de bewoners aan om heel veel flink te gaan drinken. Nee, dat neem ik terug. Maar wat wel mooi is, is dat de catering ook weer naar een heel mooi goed doel gaat. Stichting Telefamily, waar je voorzitter van bent, Kok, zet zich in voor moeders en kinderen in Kenia. Jullie helpen met het zelfstandig maken van deze groep mensen. Jullie verzorgen microkredieten, jullie geven trainingen. Jullie hebben zelfs een basisschool gebouwd. Erg nobel. Hoe zijn jullie ooit zo begonnen? Hoe is dat ontstaan? Ja, dat komt. Onze dochter die is vrijwilligerswerk gaan doen in Kenia, in Mombasa. En die kwam in een kinderthuis en daar hielp ze. En toen zeiden ze samen met een Keniaanse vrouw, ja, dat moet ook anders kunnen. Want als je kinderen naar een kinderhuis haalt, worden ze vaak westers opgevoed. En dan kunnen ze eigenlijk niet meer goed terug naar die samenleving. Ze hebben gezegd, we moeten eigenlijk de vrouwen en de kinderen ondersteunen in de situatie waarin ze zijn. Dus die twee vrouwen, mijn dochter en die Keniaanse vrouw, hebben een plan opgezet. En dat hebben wij vanuit Nederland gefaciliteerd. Ja. En dat betekent dat we vrouwen economisch zelfstandig maken door ze te trainen en microkredieten te verstrekken. En kinderen opvangen en scholen. En je zei al, we hebben een basisschool neergezet. Ja, bijzonder. Kort voor de pandemie hebben we ook nog een vakschool neergezet waar de jongeren een vak kunnen leren. Ja. En zo een toekomst kunnen opbouwen. Leuk, mooi. Was je bekend met deze stichting? Nee, dus komen deze uit de buurt. Niet. Maar wat wel grappig is, ik heb jarenlang in Afrika gewerkt en heb precies dit soort projecten ook begeleid. Wat leuk. Ja. Oh, ja. Wat bijzonder. Dus nou ja, dan heb ik natuurlijk wel ook een vraag. Hè, van, heb je dan ook dat de Kenianen zelf, zeg maar, de directeur en de baas zijn? Je ziet vaak dat er dan een Nederlander naartoe gaat om dan de boel te beheren. Ja. Ja. En wij zeiden altijd, ja, dat is in het begin oké, maar dan moet je omwisselen. Precies, dat hebben wij vanaf het begin ook gezegd, ook tegen onze dochter, van zorg dat jij daar misbaar bent. Dus zet het met elkaar op. Precies. Ja. En zij is inmiddels alweer jaren terug in Nederland. Dat draait helemaal door en voor de Kenianen. Ja. En wij faciliteren het. En we gaan er als bestuur één keer in de zoveel jaar naartoe om weer afspraken te maken. Hoe we dat faciliteren. Maar als ik zeg wij, dan zijn het vooral de Kenianen wat wij ondersteunen. Dus zij doen het werk en wij maken het mogelijk met elkaar. Mooi. Ja, noodhulp is altijd maar voor een korte tijd. En structurele veranderingen, dat helpt. Ja, precies. Ja. Precies. Ik schuif even door naar buurman Gerrit Kouwenhoven. Hulpkosten bij hier in de Sionkerk en tevens ook toekomstig bewoner van het mooie plan Eikenhout. Leuk dat je er bent. Ik ben natuurlijk reuze benieuwd waarom Eikenhout, maar ik was toch even benieuwd, wat doet precies een hulpkosten? Een hulpkosten is degene die, dat zegt het eigenlijk al, als er hulp nodig is, dan spring je in. We hebben hier drie vrijwillige kosters die op de zondagen dienst doen. Alles is op basis van vrijwilligheid. En stel voor dat er iets ziek is en
En dan belt hij van, joh, wil jij van mij een dienst overnemen? Dan ga ik de dienst overnemen en zorg voor de geluidsinstallatie. En niet zo groot als jullie, maar we hebben wel een goede geluidsinstallatie in de kerk. En, ja. En door de week, als er wat te doen is, met name rouw- en trouwdiensten. Want die jongens die hebben allemaal een baan. Ja. En ik inmiddels niet meer. Dus dan kan ik ingezet worden om de deur te openen voor een monteur of voor een elektricien of voor iemand die hier moet zijn. Ja, pas maar op, je woont zo om de hoek. Ja, 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 nee, maar... ja Gerald, want jij wilde dichter bij je werk wonen. Ja. Eigenlijk komt het daar een beetje misschien wel op neer, ja. Maar het is heel leuk werk en ja, je kan net als vanmorgen voor jullie de deur open doen. Ja, prima. Dat is zo'n activiteit en dan ben je er gewoon bij. Ja, en we maken er grapjes over van lekker dicht bij het werk en dergelijke. Maar je gaat echt gewoon hiernaast wonen. Ja, ja. Dus je nummer 99. Echt, nummer 99 wordt echt buurman van, ja, van je werkomgeving. Wanneer ga je over? We moeten voor 1 mei over zijn. Okay. Wij willen proberen april. Kijk, spannend. Dus heb je er zin in? Heel veel zin. Ja? Ja, ja, waarom heb je gekozen voor Eikhout? We zijn met z'n tweeën en we zijn, mijn vrouw zit daar. We zijn... ja, we wonen nu op een appartement, groot. Ja. En ja, we hebben deze kans waargenomen om wat kleiner te gaan wonen. En om heerlijk van te gaan genieten. De huizenmarkt is ook ideaal om je oude huis te verkopen op dit, ja, moment. En we hebben gekozen. En we zijn er heel blij mee. Leuk, leuk. Het straalt ook van je af. Ja, mooi. Ja, ja. Nou, we zijn het echt. Erg leuk. Kok, ik kom even terug bij jou. We hadden het net al over die catering. We maken grapjes over dat de bewoners lekker moeten gaan drinken. Want die opbrengst van de catering gaat naar Kenia. Ja, dat klopt. Correct. Ja, wij werken alleen maar met onbetaalde vrijwilligers. We doen het allemaal vrijwillig. Ja. Dus alles wat wij aan baten ophalen, dat gaat allemaal naar het werk in Kenia. Ja, dan kijk ik even naar Hilde. Dan heb ik zoiets als ik zoiets moois hoor. Wij zijn projectontwikkelaar. Opbrengst verdubbelen. Zij moet kunnen. Moeten we doen, hè? Wow. We hebben een goede bui vandaag, hè? Precies. Ja. Bij deze kop, we verdubbelen de opbrengst. Fantastisch, dank je wel. Leuk, dankjewel. Bedankt voor jullie bijdrage. Super. En dan zitten we alweer bijna tegen het einde aan. Maar we hebben nog wel 2 hele mooie dingen voor jullie in petto. Hilde, community. Ja. De gemeente werd enthousiast toen woningcorporatie Vier Vesten en ook namens ons Sustee bij jullie een aanvraag indiende van willen jullie meedoen en helpen om deze gemeenschap binnen het gebouw Eikenhout een duwtje in de rug te geven. Vervolgens zijn we wat activiteiten gaan plannen, waaronder ook vandaag. Maar we hebben nog meer in petto. Ja. Wat kunnen die bewoners nog gaan verwachten? Is het tijd voor de verrassing? Ik denk dat we die maar moeten onthullen. Tijd voor de verrassing, ja. Heel goed. Ook als gemeente zijn we natuurlijk heel erg blij dat Sustee daar heel erg mee bezig is. Hè, van hoe smeet je die mensen alvast een beetje aan elkaar? En ook Viveste, ben ik ook heel erg trots op. Dat wij een woningbouwcoöperatie hebben die ook daar echt wel heil in ziet. Hè, want je hebt gelukkiger huurders als ze in een gelukkige omgeving zitten. Maar dan moeten die mensen, die denk ik allemaal nog vreemd voor elkaar zijn, moeten elkaar wel leren kennen. Ja. Nou, dan moet je dus iets ontspannends verzinnen om elkaar te leren kennen. Dus wij dachten, als we nou eens met z'n drieën... Maar ze willen niet die bijen, hoor. Allemaal. Nou, ik denk als je een keer met Bert praat, dat het best wel goed komt. Want bijen, die steken niet zomaar. Dat echt niet, echt niet. Die zijn heel vriendelijk ook. En honing is heel lekker. En dat kun je ook eten. En in dat spoor zijn we een beetje verder gegaan. Oh. Kijk, ontmoeten... Ja, dus ja, een soort van meet and greet en daarbij ook eat. Hè? Ah, leuk. Dus wat we gaan doen is een aantal eetmomenten, diners, 3-gangen menu's serveren. Steeds op een andere plek, zodat iedereen elkaar kan leren kennen. Oh, wat leuk. Het is eigenlijk een soort walking dinner bij elkaar op bezoek gaan steeds. Ja, en dan per gang. Leer je elkaar goed kennen als een mooie aftrap. Leuk. Wanneer moeten we dit gaan doen? Zo snel mogelijk, toch? Ja. Beetje richting voorjaar. Ja. Ze een beetje gezetteld zijn. De lampen hangen allemaal. Ja, de lampen moeten wel hangen en de dozen moeten uit de gang. Even goed uitgepakt. Anders ga je struikelen. Ja. Maar dan zo snel mogelijk oppakken. Leuk. Ja. Dus als ik het goed begrijp, 3-gangen diner bij de bewoners thuis. En dan elkaar ontmoeten. Ja. Heen en weer. Zo door kom het pand. Je elkaar wel tegen. Leuk, prachtig. Bewoners, ga ervan genieten. Enig. Leuk.
We zijn bij het einde gekomen. Rest mij niks anders dan eigenlijk alle betrokken zakelijke partners onwijs te bedanken. Van architect tot bouwbedrijf tot ontwikkelaar, belegger, woningcorporatie Viveste, noem het maar op. En ik vergeet er heel veel. Jullie hebben jullie ontzettend ingezet om hier een onwijs mooi project van te maken. De meeste bewoners gaan hier, naar mijn weten, als ik het zo allemaal proef en hoor en wie ik allemaal gesproken heb, ontzettend fijn wonen. Ik wens jullie ontzettend veel woongeluk toe. Tafelgasten, ook de vorige tafelgasten, ontzettend bedankt. Mijn tafeldame, Hilde de Groot, het was ontzettend leuk met je. Heb je genoten? Ja, het was heel inspirerend. Mooi, bedankt. En, mooie mensen gesproken. Inderdaad, dat deel ik helemaal. Ja. Het slot is niet aan mij, maar juist aan Emily, want die heeft speciaal voor alle bewoners een ontzettend leuk op maat gemaakt eikenhoutlied gemaakt. Bedankt. Begon met een plan van formaat, met de naam Eikenhout. Prachtig en duurzaam gemaakt, het werd voor ons gebouwd. De start was wat gedoe, maar daar gaven ze niet aan toe. Voor senioren een fijne plek, met elkaar, dat is het doel. Eikenhout, Eikenhout. Bert heeft een liefde voor bijen. De lente start, meet and greet vol lekkernijen. Ant wil graag een bibliotheek voor elkaar. Voor de woningmarkt heel gezond. Huur en koop wonen op dezelfde grond. Eikenhout met de buurt en met elkaar. Eikenhout draait lekker door, want het is klaar. Eikenhout, die mooie tuin, die mooie mensen. Wat wens ik jou een fijne tijd in Eikenhout. Voor bijen. De lente start, een meet and greet vol lekkernijen. Ans wil graag een bibliotheek voor elkaar. Voor de woningmarkt heel gezond. Huur en koop wonen op dezelfde grond. Eikenhout met de buurt en met elkaar. Eikenhout strijdt lekker door, want het is klaar. Eikenhout, die mooie tuin, die mooie mensen. Wat wens ik jou een fijne tijd.